bum away. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En moet jij eens raden waar wij staan? Het café. Ja! Hey, met leukste naam. We zijn bij Daan! Café Daan! Kom! We gaan er binnen! Het is koud. Een hele goede avond. Heel koud. Ja, het is koud. Hoe is het? Ja, goed. Jullie gezellig. Ook? Ja, lekker. Oh, kijk, wat drie doen. Nou, schat. Hoi. Wat leuk. Ja. Hey, leuk je te zijn. Ja. Nou, welkom bij Daan. Bij Daan. Ja, dat we jou zo nog treffen hier. Ja, ik wil eigenlijk net je luifje dichtgooien, maar ik ben inderdaad druk bezig. Ja, ja, gaaf. Ja. Tilburg. Ja, 2 februari koepelrol. Dat je dat aandurft. Hè? Ja, ik durf alles. Ja, kikken. Is leuk altijd zo'n hele dag naar jezelf zitten koekeloeren. Ik vind helemaal niks. Maar je hebt er wel eens vaker naar een camera gekeken. Helaas wel, ja. Ja. Wat kennen we jou weer van? Mijn tweede twanen. 2013 alweer. Dat is heel cool. 7 jaar geleden. Moet je niet aan denken hoe snel die tijd gaat. Ja, ik ben nou dit jaar ook 56. Een oud gebouw. Een gebouw die in een renovatie moet. Binnenkort in een renovatie. Helemaal gerestaureerd. Ja, nou nog even. Als ik het start heb. Ja, dat staat netjes hoor. Nou, ik ook hoor. Doe het maar. Nou, gooi jij je handen van ons? Ja, ik helemaal zing je nog zelf. Ja? Jij ook? Ik ook nog steeds. Jij kan ze weer niet om. Dat is een geweldig voor mij hoor. Ik heb het wel laten verlagen. Ja, snap ik. Zong jij dat vroeger? Ja, heel veel problemen. Ik zong Celine Dion en Whitney Houston van originele Ten Hoogte. Nou, laten we zeggen, wat hoor ik dan? Nou, ik, lang verhaal kort. Ik ben deze week naar 3 jaar... Je bent ook niet lang, je bent kort. Ja. Maar wel lang van stof vaak, hoor ik. Ja, dat merk ik. Ik ben deze week voor na 3 jaar erachter gekomen dat mijn rechterstemband defect is. Je hebt wel een uitstraling van een zanger. Dankjewel. En dan hoor jij te zeggen, je hebt geen uitstraling van een zangeres. Nou, dat gaan we zeker niet zeggen, want je hebt een tijdje van de keuken uit. Dus ik zie graag een deuntje met jou. Ja, leuk. En dat vind ik ook leuk, want ik heb 17 jaar in de keuken gestaan. Oh, nou, maar ik zoek een kok. Ja, nee, ik werk nu niet voor niks. Oh. Maar genoeg over mij. Hé, maar wie komen er allemaal? Ja, oh, te veel om op te noemen. Ik heb een heel mooi voorprogramma met onder andere Robin van Vessen. Uit, dit is niet, ik vind het... Oh. Is het nou goed, Bas? Ja. Het ja. Maar voor de line-up. Wie komen er allemaal? Voorprogramma, nou, heel veel. Te veel om op te noemen eigenlijk, maar... ik ben heel trots op bijvoorbeeld Robin van Vessen komt, Blita Petalo, Frank Smeekers, Wesley en Donnie Ponsen van het nummer van Samen. Jij zingt het liefst tot 's morgens vroeg, tot 's avonds laat. Helemaal leuk, helemaal leuk. Lekker barcodeje erbij. Heerlijk. Nou, en dan dat is van 4 tot 5 en 5 uur dan, ja, dan sta ik in de stad. Ja, dan zie ik niet zo aan. Ja, bij Daan. Bij Daan. Maar Daantje staat zeker wel op het podium. Ja, ze hebben beslist. Dan gaan de confetti kanonnen open en... Nee, dat mag daar niet. Oh, mag daar niet? Nee. Meen je dat nou? Oh, is een monumentaal pand natuurlijk. Ja. Oké. Nou, dus Tilburg, dan, bedankt. Heb ik een 14-koppige band. En die band die staat bekend als een avond met hazes. Normaal zingen ze de hazes alleen. Die heel Holland, Holland Music Band. Ja. Ja, oh, gaaf. Ja. En die doen normaal een hele avond vullen met hazesnummers. En dan zing je echt alleen maar hazesdingen. En die hoorde ik in Breda, toen zat ik zonder band. En toen had ik al een datum gepland voor mijn concert. En toen dacht ik bij mij, ja, ik moet wel een band hebben. Ik kan niet zonder band natuurlijk. Nee. En mijn First Little Sony dingetje achter me zetten, dat gaat ook niet. En toen moest ik optreden in Breda, toen was ik hier weg. En toen moest ik even snel heen en weer. En toen was ik klaar en toen nam het over, weet je wel. Ja. Op het podium. En toen heb ik mijn auto even van de zijkant gezet, toen heb ik zitten luisteren. En ik denk, fuck, die moet ik hebben. En toen heb ik Luc opgebeld. En Luc die zegt tegen mij van, ja, we willen wel komen praten. Dus Luc is geweest hier al. Nou, en ik heb gewoon een giga klik met die jongens. En die meiden helemaal Wel belangrijk.
Ja. Wat gaaf. Ja, ook dat hazes, weet je wel. Ja. Ja. Nou wordt er wel dat is twee keer, hè? Dan ga je kappen. Ja, dan ga je kappen. Wat gaaf. Ja. Ja. Verzin even je eigen tekst, joh. Hey. Ja, maar zit jij zijn tekst over te nemen? Nee, doe maar best. Ik vind het niet zo leuk. Nou, nee. Ik vond het wel sympathiek in het begin, maar... Het begint een beetje te irriteren. Ja, weet je wat, telepathisch... Ja, telepathisch bedoel je. Zo. Weet je wat ik van woorden? Sowieso zeg ik te veel. Sowieso. Ja. Sowieso. Sowieso zeg je te veel? Ja, sowieso. Of sowieso? Ja, sowieso wel, ja. Sowieso. Ja, ik weet ook niet waarom. Nee. Ik zeg altijd... Ik ga wel zingen waarom, trouwens, met de band. Waarom? Waarom? Ja, weet ik ook niet. Sowieso. Zo! Gaan we even zingen. Ik weet niet meer. We gaan weer. Nou, en dan kom ik in mijn blok, dat ik dus mijn show geef, komt Leen Zijlmans komt. Ja, Tilburg komt, dan moet je wel weten wie Leen Zijlmans, Brabants Leen. Ja, ik ken hem wel. Wat zit je nou dan op te kijken? Je moet naar mij kijken. Ja, maar je spiegel kijken. Ja, zo werkt dat met vloggen gewoon. Ja, weet je? Het publiek zou wel betrokken zijn, alsof je tegen hun praat. Oh, in de lens moet je ook kijken. Ja. Hier moet je kijken, zeg maar. Niet daar, maar daar. Zo. Ja. Want we hebben ook iets heel leuks, denk ik. Ja, wat is... Ja, maar weet je, ik wil eigenlijk voordat we dat leuke gaan vertellen, wil ik ook wel eigenlijk, want het concert heet Als ik terugkijk. En als ik terugkijk, dan kijk ik achter me en dan heb ik heel veel gedaan in mijn leven. Ik ben 56 bijna. Dat geeft niks. Als je het heel snel zegt... Een momentje stilte. Ja. En ik heb altijd mijn geld verdiend op straat. Ik heb nooit mijn hand opgehouden. Ik heb altijd gewerkt. Patatkarren, viskarren, beenhamwagens, ijs, noem maar op. Dus als je nou binnenkomt in de Koepelhal, dan kom je binnen in een streetfoodstraat. Je komt in mijn straatje binnen. Oh. De foodtrucks staan er met beenham, saté, hamburgers. Een snoepkraam staat er, want ik ben ook gek van snoep natuurlijk. En dat is het eigenlijk. En dan kom je zo, en palmbomen, want ik heb in Spanje ook gewoond natuurlijk. Ja, palmbomen dus kunnen niet ontbreken. Alles krijgen we komen gewoon in jouw leven. Ja, je komt echt inderdaad in mijn leven. Ja. Kikken. Ja. Klinkt nou al tof. En dat is dan voor de mensen voor het Staafveld. Die komen dan binnen en dan komen ze door de palmbomen heen. En dan komen ze bij het gedeelte waar ze lekker kunnen drinken, waar ze lekker kunnen staan, genieten van de show. Vliegen er dan ook papegaaien door de tent? Nee, want ik ben bang voor vogels. Oh. Ja, ik kreeg ineens zo'n jungle gevoel bij. Ik denk, daar horen papegaaien bij. In de jungle, in de jungle. Maar dat klinkt wel heel dat leuk. Dus, ja, als echt een gewoon een dagje uit, avondje uit. Ja, het is echt inderdaad een dag. Ja. En dan op het podium en voor het podium heb ik een VIP gedeelte. En daar staan de VIP tafels. We zijn nog, dat is mijn telefoon, sorry. Ja, we zijn druk bezig, Kijk, met voorbereidingen. Dit is dus, mijn boek, dit is het grote boek. Heilige boekie. En de VIP-tafels en zou je zeggen VIP, ik zie heel vaak, ik kom ook overal wel eens, je wordt al wel eens uitgenodigd. En dan zie je wel eens VIP en dan betaal je heel veel geld. En dan moet je achter je frikadelletje aan rennen. Ja, ben ik wel op je frikadelletje? Nee, dan ben je VIP. En dan zit je uit een plastic glas te drinken. Nou, dat vind ik helemaal niks natuurlijk. Nee. Bij mij is het echt glas en ieder bezoeker... Elke VIP krijg je pijn in je arm. Ja, nou, mijn vingers, mijn arm niet zozeer. Oh, oké. Okay. Kijk, je hebt wel spierpijn trouwens. Kijk eens. Heb je getraind? Ja, ik heb, Ik heb twee dagen intense training gehad. Bij mij niet. Maar VIP is echt VIP. Ja, echt VIP. Zal ik hem even. Ik denk dat ze op straat. Nee, maar het is echt VIP, weet je wel. Iedere mens, ze krijgen allemaal om het 20, 25 minuten krijgen ze een happie, een carpaccio, een satéetje. Alles eigenlijk. Je wordt binnengehaald met champagne, word je mee ontvangen. Drinken, al in, weet je wel. Dus dat wordt gewoon... Ja. Tot aan de kroonluchten, zo toen die hangen er. Oh, ja, kroonlucht, beter vertellen. Kroonlucht is 2,70 meter breed en 1,70 meter hoog. Echt, en dat voor een paar uurtjes. Dat is echt bizar. Echt leuk. Mooi. Ja. Nou, wij zijn sowieso van de partij. Wij zijn erbij. Yes.
Jullie kunnen er ook bij zijn. Ik wou net zeggen. En hopelijk jullie ook. Oh, sorry. Wat? Ik was je voor. Nee, dat is helemaal goed. Ik hoef niks meer te zeggen. Ik weet zeker dat jij er ook bij wil zijn. Dat kunnen wij regelen, toch? Ja. Oh ja? Ik weet het wel. Ik moet even de grote baas praten. Die hier naast me zit. Wat kunnen wij regelen? Nou, wat zou het leuk zijn? Jullie volgers bijvoorbeeld. Waar komen die onder ons een beetje vandaan? Weet je dat? Eigenlijk overal in Nederland vandaan. Ik wil wel wat kaarten tot jullie beschikking stellen. Ja. Cool. Dat is wel fijn. Misschien vrienden van jullie? Jullie volgers? Weet je wel? 25 kaarten of zo? Wauw! Of meer? Nog meer! Gewoon een hele bus. Oh, dat is wel kicken. Een hele bus. We komen gewoon met de Sergio en René bus aan. Huppakee. Ja, dat is wel leuk. Oh, maar dat is wel kicken. Nee, maar we hebben zeker wel een aantal volgers die... Maar kom je dan ook vloggen op het concert? Kom je dan ook zo binnen? Met mogen wij met de camera binnen? We willen heel graag zo filmen, ja. Ja? Mogen we dan ook backstage? Ja. Het wordt alleen maar leuker, jongens. Alleen als je alleen... Ik heb wel een kleding dingetje. Je moet wel in wit met blauw. Wit met blauw? Zo. Dan gaan we regelen. Wit maar dan blauw. Moet ik wel even wat regelen. Een wit pak en dan ga ik eerst 1,5 uur in de vriezer staan. Dan heb ik blauwe lippen. Nou, ik denk dat je blauwe ogen aan. Trek mij blauwe ogen. Neem mezelf mee. Blauw. Oké, wit met blauw. Dus dat is er zijn wel mensen, daar komt de hele bus uit Den Haag. En die hebben ook al blauwe hoedjes, weet je wel, met die pailletjes erop, helemaal leuk. Dat is wel cool. Ja. Oké, dus wit met blauw en we kunnen kaarten weggeven. Ja. Maar schrijf er wel even onder of je erbij wil zijn en wie je mee wil nemen. Met wie wil je aanwezig zijn. En of je in het blauw komt. Ja. Of wit. Of ze kunnen natuurlijk ook een reactie geven onder jullie met iets blauws of zo. Of, weet je? Iets blauws. Een blauwe onderbroek. Ik weet niet of het al goed gaat, mensen, als we een blauwe onderbroek hebben. Ja, en witte sokken. Eens een heel ander programma dit. Blauwe onderbroek en witte sokken. Hele andere en sandalen. Ja. Ja, of met een leuke quote waar blauw is. Ja, precies. Ja. Daar zat ik te denken. Blauw, ik hou van jou. We hebben voor jullie een opdracht. Ja. Wil jij kaarten winnen voor het concert van Daantje? 2 februari in de Koepenhal in Tilburg. Laat dan jouw reactie hieronder achter. Maar het moet wel te maken hebben met iets wits of iets blauws. Ja. Ja. En de leukste opmerkingen, die gaan gewoon komen. Ja, en schrijf er ook even onder met wie je dan wil komen. Ja. Met wie je wil komen. Met wie ga je en als je, dan, en als je dat denkt, want ik kan me eigenlijk goed voorstellen dat jullie vloggers helemaal mij niet kennen. Nee. Dat kan ook wel weten. Dat zou kunnen. Dat kan. Dan ga je gewoon even YouTuber. Ja. En dan ga je Daantje, bloed, zweet en tranen 2013. Dan zie je ook. Dan ben je er ook. Ja. Ja. Maar we hadden wel... Dus 2013, dus nu is het gewoon Daantje 2.0. Ja. Met een vette band. Ja. Ik kom net de keuken uit natuurlijk. En ik had niet verwacht dat jullie anders had ik mijn haar gedaan, make-up. En Ik loop zo schouder als een ik krijg er ook spontaan honger van. Ik ruik alleen maar... Maar de keuken is nou dicht. Lekker frietjes en zo. Nou, dan gaan we weer. Doei. Nou, we komen gewoon 2 februari naar jouw... Ja, 2 februari kun je eten en drinken wat je wil. Jullie dan, hè? Jullie dan wel. Ja. Maar de staakkaarten, ook de frietjes, streetfood straatje. Kunnen we ook eten. Onwijs gaaf. Ja. Helemaal leuk. Ja, we hebben oppas geregeld. We slapen in Tilburg. Dus echt? Ja, bij mijn moeder. Oh, leuk. Ja. Kan ik daar ook slapen? Ja, wel goed geregeld. Geen probleem. Ja. We hebben nog wel een kussen vrij. Een kussen? Ja. Dat is fijn. Ja, dat is lekker knus. Oh, ik kus wel heel graag. Dat gaan we... De volgende vlog doen. Wil jij ons zien kussen? Nee, dit gaat Nee. Zoek een man voor Daan of zoiets. Maar dat mag ook niet. Nee. Oh, ik zat dan gelijk weer... Ik blijf lekker vrijgezel. Een nieuwe YouTube-serie te bedenken, hoor. Ja, ik ga echt een vrijgezel blijven. Nee, doe het beter. Ja, oké. Gewoon lekker leven. Ja, echt wel. Ja. Okay, ik vind het leuk dat ik heb echt zin om te zingen. Hoor. Ja. Heb je zin om mij te zien zingen? Ja. Ook? Ja. En mee te zingen? Ja, dat vooral. Ja, er zit een medley in, echt het Amsterdamse, weet je wel. Meedijnen, Mexico, allemaal dat soort dingen. Oh ja, Mexico is niet Amsterdam. Leert iedereen gewoon. Nee, dat weet ik. Nee, Mexico van Tante Leen. Nee, van In Camarina. Nee. Zangeres zonder naam, joh. Die. Ja. Dat zeg ik. Dat is wat ze zei. Helemaal leuk. Nee, maar kunnen hem... We kunnen zin hem, in. Ja. Nou, ik denk dat we hem gaan afsluiten zo. Ja. Hebben we een rode loper?
Of blauwe dan? Of blauw met wit? Nee, mag geen lopers. Ook geen lopers. Ik heb een hekel aan lopers. Nee, gewoon, normaal doe je geen kom je aan, doen. Dan is het gewoon doorlopen. Iedereen ja. die mij ja. kent, die weet ook dat ik volks ben. Ik ga echt geen gekke dingen doen. Nee. Nou, op de coronalucht. Ik heb genoeg gekke dingen gehoord. Moet wel een beetje verrassen in de evenementen ja. blijven ja. natuurlijk. Ja, nou, dat is ook wel zo. En dan komt een hele leuke ex komt erin voor. Doeg! Doeg! Dus ik zit hier het laatste stukje van een ontzettend leuke video te editen. En ik kom er gewoon achter dat het laatste stukje, het afscheid, het gezellige gedag zeggen, het ciao ciao ciao, niet heeft opgenomen. Nou ja, wat er is gebeurd, weet ik niet. Maar ik maak hem eventjes af. Samen voor deze dames, Daantje en René, zeggen wij ciao, tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten en te reageren als jij kaartjes wil winnen voor het Te Gekke Concert 2 februari in de Koepelhal in Tilburg. Daantje Lurks. Dames en heren, een ontzettend vette band, leuke line-up en ontzettend veel lekker eten. Dus reageer en laat je comment achter en graag tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Oh ja, en René doet het altijd. Mwah! I just wanna see